Nou, vroeger hadden alle NS-medewerkers die in de openbare ruimte kwamen, hadden allemaal een uniform aan. En een heel belangrijk punt daarbij was de pet. En aan die pet kon je natuurlijk ook een beetje de functie zien. Je snapt al wel, als er meer goud op zit, dan ben je toch iets belangrijker dan als je minder goud op je pet hebt zitten. Deze pet bijvoorbeeld is van een treindienstleider. Die was toch iets belangrijker dan een gewone machinist of een andere medewerker van de spoorwegen. Dus op die manier kon je een beetje zien hoe belangrijk iemand was bij de spoorwegen. Nou, een heel belangrijk kenmerk van voor 1968, want toen kwam het nieuwe NS-embleem met die twee pijlen beide kanten op, was het gevleugeld wiel. Dat gevleugeld wiel, een spoorwiel met aan beide kanten een vleugel, dat was eigenlijk het symbool in Europa van de spoorwegen. Nou, en de NS had dus ook op elke pet zo'n mooi keurig gevleugeld wiel zitten. Nou, vroeger was het natuurlijk... liep eigenlijk iedereen met een hoed of een pet rond. Als je daar foto's ziet uit de jaren 30 of 40 of 50, heeft bijna iedereen een pet op. Tegenwoordig is dat wat minder gebruikelijk. Kijk, hier heb ik nog een iets wat modernere versie, NS-embleem erop. Kijk, en dit is eigenlijk de moderne variant van al deze oude petten die we hier hebben liggen.